Ik werk nu 6 maanden bij Bakker Parts. Ja, ik vind het leuk, het is goed, gezellig voor mij. En samenwerken is goed. Al jarenlang werken we samen met DAF. We hebben op een gegeven moment gemerkt dat het hier ontzettend druk was. En toen is eigenlijk de gedachte ontstaan van hoe mooi zou het zijn als we nou juist een doelgroep die nu aan de kant staat, in kunnen zetten bij DAF. Dan zijn wij geholpen met extra werknemers. En tegelijkertijd kunnen die extra werknemers dus opleiden en voorbereiden op een baan na DAF. Wij hebben hier een 70 man op de vloer staan. En wij proberen de statushouders daar zo goed mogelijk in te laten integreren. Zoveel mogelijk begeleiding te geven. Dus wij geven werkvloertaallessen die de theorie nog een stukje aanscherpen. En in de praktijk ondersteunen we ze. Het project houdt in dat mensen na 2 maanden proeftijd 6 maanden onbetaald in dienst komen. En DAF is een uitstekende leermeester. Want er moet hier hard gewerkt worden. Je leert de veiligheidsvoorschriften. Je leert een aantal logistieke vaardigheden. Wij werken samen met gemeente Eindhoven, maar ook met gemeente Veldhoven-Waalre en de A2-gemeentes, Varkenswaard en Heesleende. Die partijen die leveren de kandidaten aan. Die maken de mensen eigenlijk klaar voor de stap naar werk. Sommige mensen zijn heel snel, zeg maar. Die kunnen al rechtstreeks aan het werk of naar school. En sommige mensen hebben net wat extra ondersteuning nodig. Dus ook met het regelen van de randzaken. En dan is dit traject heel geschikt. Daarnaast, aan de achterkant, werken we ook weer opnieuw samen met gemeentes die ons helpen om mensen te plaatsen bij bedrijven. Randstad is de partij die voor DAF alle nieuwe werknemers aanneemt. Met Randstad hebben we vooral ook gekeken van wat moeten mensen nou kunnen om succesvol te zijn bij DAF. We zijn in november begonnen met de eerste groep. Die gaan een uitstroom krijgen in juli, augustus. Wij merken heel duidelijk dat die mensen zich heel waardevol voelen en ook op de juiste manier begeleid voelen. Er zitten een aantal mensen tussen. Nou, dan mogen werkgevers echt blij zijn als ze die als werknemer krijgen. Die gaan uitstromen naar andere bedrijven of naar DAF. Dat is het eerste resultaat wat in het vooruitzicht ligt.